kunstenaarscollectief Satellietgroep presenteert tot en met 18 november Climate as Artifact, klimaat als mensenwerk in de elektriciteitsfabriek. Een dynamisch tentoonstellingsprogramma waarin kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en maatschappij samen worden gebracht om onze perceptie van cultuur en natuur opnieuw te bekijken. Gedurende 5 weken wordt op locatie gewerkt en vinden workshops, seminars en expedities plaats. Publiek kan artistiek onderzoek meemaken en krijgt via kunsten toegang tot andere kennisdomeinen. My name is Nishko, I'm an artist based in The Hague, and I'm here working on the project dealing with the object from the tsunami in Japan 2011. Here I'm trying to repair them, and after repair I try to make containers so that they can the object can travel by itself and the story goes away. I'm from Japan. Chiba Prefecture is like next to Tokyo, so I'm not from the tsunami area. I didn't know anyone who lived there before the disaster. Satellietgroep is een kunstenaarscollectief. We staan nu dit jaar ruim 12 jaar, zeg maar. Dit is ook een feestje, de tentoonstelling is een feestje. Ons onderzoeksgebied is eigenlijk de zee. Kustgebieden, ook kustlandschappen, voormalige kustlandschappen, polders, badden, binnen- en buitenland. En we zijn vooral benieuwd naar de relatie tussen cultuur en natuur. Ik ben Jos Klarenbeek en dat is Aliki. En we hebben samen een project gemaakt over wezens. Ja, en vooral over golven? Of? Ja, dus om... kijken hoe we de golfinformatie van zee kunnen omzetten in weefstructuren. Dus om zo een textiel te produceren die eigenlijk oceaanafhankelijk is. Ja. Gaaf. Ja. Dus wat het patroon wat ik daar op het beeld zie? Dat is een stuk software wat we hebben ontwikkeld. Ja. Dat kan een databron als input nemen. In dit geval van een satelliet die meetgegevens van de oceaan verzamelt. Die afkomstig zijn van boeien. En het programma zet het om in een weefcode. En wij hebben dan zeg maar, ontworpen wat dan de randvoorwaardes van dat patroon zijn. En het weefprogramma maakt dus een weefcode. En die kan eigenlijk dan weer rechtstreeks een weefgetouw in. Textiel maak je daar uiteindelijk van? Of? Ja, dus je ziet hier allerlei textielsamples. Dat hebben we op ons eigen weefgetouw gemaakt. Dus allemaal met schachten, dus met 4 schachten. Maar we hebben ook bij de industrie wat samples laten maken. Dus bijvoorbeeld hier zie je een groot, echt al aan de meter brede stof. Waarin je dus duidelijk kan zien dat hier de zee rustig bewoog. Dit is 25 augustus. Dit is 29 augustus. En dit is 27 augustus en 29 augustus. Dus eigenlijk in de tentoonstelling komen die 3 data. We komen overal terug. Dus ook alle samples die je ziet hebben die als input, maar hebben dan weer een andere output. Ja. De satellietgroep heeft 5 jaar lang een artist in residency programma gehad in Badgast. 1,5 gestapelde zeecontainer midden in Surfdorp Vast in Scheveningen. Het was een tijdelijk project, maar voor ons was het belangrijkste dat we 5 jaar lang hebben kunnen pionieren. We zijn kunstenaars uitgenodigd, filosofen, noem maar op, om Scheveningen vanuit een ander perspectief te leren kennen. De meesten hebben nauw samengewerkt met allerlei bewoners of gebruikers of bezoekers van Scheveningen. Het idee wat ik had was eigenlijk allemaal ontstaan. Vanuit het idee om te kijken of ik een vuurtoren kon hacken en zo. Dus het licht van de vuurtoren te breken. Dus met een prisma. Dus dat laat dit model eigenlijk even heel direct zien. Maar dan moeten ze nog een vuurtoren hebben. En dat hebben we uiteindelijk Scheveningen hebben toestemming gekregen om dat te kunnen gebruiken. En dat laat die video dan vervolgens weer zien daar. Hoe het licht van de vuurtoren dan tijdelijk wordt gebroken op het landschap. Voor een heel kort moment haal je eigenlijk de vuurtoren uit de functie. En
zaten we zoveel spectrum over het landschap heen. En nou, ik was natuurlijk niet geen toestemming om iets op zee te richten. Want het is natuurlijk ook wel een functioneel baken. Die konden naar de kant van Scheveningen wel doen. Wat ik ook mooi vond, omdat het zo over de architectuur van de stad gaat. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd dat we ook uitstel zien van binnen in de flat, hoe dat helemaal op zou lichten. Maar het was gewoon een kort moment tijdens de testperiode en een half uur konden mensen toch klagen. Want ze waren niet gewend aan het feit dat het licht over Scheveningen weer straalde. Laatst heb ik dat project nog een keer uitgevoerd in Australië bij een andere vuurtoren. En elke vuurtoren heeft eigenlijk zijn eigen unieke positie, eigenlijk zijn eigen lichtvorm ook. En, of eigen lichtkarakteristiek moet je zeggen. En deze heeft elke 7,5 seconden dat er dus een flits voorbij komt. En sta je op de vuurtoren en je ziet het licht dus breken op het land, of schijnen op het land. En het stukje hiervoor dat breekt dus af. En zo ontstaat een kleurenspectrum over het landschap, telkens als het licht voorbij komt. Ja, dat heeft een uur of wat geduurd en daarna is het voorbij en niet documenteren. En ja, dat is wat over het zijn op dat moment. In de tentoonstelling staan werken van ongeveer 17 kunstenaars en ontwerpers die speciaal werk hebben gemaakt voor dit project. We staan bij het werk van Maurice Meeuwissen. Eigenlijk het eerste deel, want hij heeft vorig jaar is die Arts in Residence geweest. Heeft toen op de Zandmotor zijn eerste videowerk gemaakt. En dit jaar gaat hij 8 keer naar de Zandmotor op expeditie. Dat begint komende week, dus donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En de week daarna, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, mogen iedere keer ook 4 mensen met hem mee op expeditie. Om te helpen zijn tweede videowerk te maken. Bricks or the in this space. So I started from my let's say the spot where the ladder and the staircases are. Ah, yeah. So then decorating numbers of these bricks. Yeah, so I will go all the way. And then we are not allowed to step on those beams. Because it's dangerous. Yeah. Ah, and how many bricks did you count? I don't have a total yet, but I have like kind of sections. Each section has the amount, and the last moment I will put it together. Nice, nice. And what is the relation to the climate? I think. This space itself has climate and the nature, so I want to kind of physicalize that how we kind of receive this space. Also, like how you can see these structures more friendly way. Tentoonstelling Climate is Artifact, Klimaat is Mensenwerk te bezoeken. We zijn er tot en met 18 november. Elke weekend zijn we open van donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En het leuke is dat we elk weekend ook een wisselend programma hebben, omdat we daarin een aantal van de kunstenaars centraal stellen. We staan nu voor de Marcelise Kano die gebouwd wordt. Volgend weekend is onder andere een seminar over Global Currents. En iedere week is er op die manier een heel afwisselend programma.